Deze les gaan we weer teksten samenvoegen. Natuurlijk gaan we variabelen gebruiken. Gebruiken we vraag en antwoord om de lijsten te vullen. Werken we met volwaarden. En maken we het makkelijker met herhalingen. Bij het begin van het spel wordt gevraagd hoeveel jongensnamen er in de lijst moeten. Frank. Tim. En hoeveel meisjesnamen. Als op de spatiebalk wordt geklikt, worden de stelletjes gemaakt. De stelletjes worden dan getoond. Dit is wat je nodig hebt. Kies zelf een leuke sprite naar keuze. Maak een vaste variabele. Ik heb ze genoemd keuze M en keuze J voor meisjes en jongens. En we gaan straks lijsten maken. Dat leer je zo. Je hebt geen extra gereedschap nodig en je kan er zelf een leuke achtergrond bij kiezen. Natuurlijk gaan we weer herhalingen gebruiken, gebeurtenissen. We gaan de operator of gebruiken. We maken weer gebruik van variabelen. En we gaan nieuw deze keer werken met lijsten. In Scratch maken we weer gebruik van willekeurige getallen. Om iets willekeurig te kunnen kiezen, gaan we teksten samenvoegen en werken we dus met de lijsten. Eerst een uitleg hoe lijsten nu werken. Stel je voor je hebt een straat, de Scratchstraat, met vier huizen, nummer 1, 2, 3 en 4. Op elk huis woont iemand, familie Van der Wal of Frank Verbeek, Daphne Meijer of familie Yildiz. Je kan hier dus een lijst van maken. Hier zie je de lijst van de Scratchstraat. Nummer 1 de familie Van der Wal, 2 Frank Verbeek, etc. Je kan op zo'n lijst ook zoeken. Als je wil weten wie op nummer 1 woont, kan je zoeken bij 1 woont familie Van der Wal. Ook kan je op naam zoeken. Als je de familie Verbeek weet, kan je in de lijst kijken die woont op nummer 2. Je kan ook een naam veranderen. Stel je voor iemand gaat verhuizen en er komt iemand anders voor in de plaats. Dan kan je die naam dus wijzigen in de lijst. Je zou eventueel de volgorde zelfs kunnen wijzigen als iedereen een huis opschuift, maar dat lijkt me een beetje onlogisch. Je ziet dat ik zelf een sprite gekozen heb en een andere achtergrond, maar dat kan je natuurlijk prima zelf kiezen. Aan de slag met lijsten. Ik zie hier geen lijsten staan, maar lijsten valt gewoon onder variabelen. Eigenlijk gewoon ook iets wat je kan variëren in een lijst. In plaats van maken variabelen kies ik voor maken lijst. Ik geef mijn lijst een naam, bijvoorbeeld jongensnamen. Rustig aan, we doen straks ook meisjesnamen. Ik zie dan dat er een hoop knoppen bij zijn gekomen. Met deze knop kan ik iets toevoegen aan een lijst. Het wordt dan onderaan mijn lijst toegevoegd. Bijvoorbeeld Frank. Als ik hierop klik, dan wordt Frank aan mijn lijst toegevoegd. En daarna Peter. Wordt daar onderaan de lijst toegevoegd. Met verwijder kan ik een bepaald nummer verwijderen. Bijvoorbeeld ik kan nummer 2 verwijderen. Of ik kan kiezen verwijder alles van alle jonge namen. Ik maak hem dus de lijst leeg dan. Ik kan ook heel specifiek dingen toevoegen. Bijvoorbeeld een naam op nummer 3. Of ik kan een naam vervangen. Dat precies nummer 3 vervangen wordt. Net zoals met het verhuizen net op de adressen. Ik kan ook item gebruiken. Als ik zeg van nou, kies bijvoorbeeld item 1 of kies item 2. Deze gaan we straks gebruiken met willekeurige getallen. En de lengte van de lijst. Die is ook handig. Want ik weet niet altijd precies hoe lang mijn lijst is. En dan kan ik deze dus gebruiken om te kijken hoe lang mijn lijst is. Verder kan ik mijn lijst zichtbaar maken of juist verbergen. Oké. We gaan bij het begin de lijst leegmaken. Dus verwijder de alles van jongensnamen. Ik zet even een groene vlag boven. Als ik hierop klik, wordt de lijst leeggemaakt. Vervolgens wil ik dat die lijst gevuld wordt met wat de gebruiker intypt. Dus ik ga mijn vragen gebruiken. Vraag: welke naam moet op de lijst? En het antwoord ga ik gebruiken om mijn lijst te vullen. Dus bij variabelen vind ik weer voeg
antwoord toe aan jongensnamen. Dus als er nu gevraagd wordt aan iets, dan wordt die op mijn lijst gezet. Nu zou ik dat elke keer moeten doen, maar dan heb ik hier een herhaalblok voor nodig. Nou, ik kan bijvoorbeeld kiezen voor een herhaal, bijvoorbeeld 5 keer. Zo worden er dus 5 namen op mijn lijst bijgezet. Ze dus wordt leeggemaakt. Frank, Peter, Harald. Nou, je weet hoe het werkt. Nu hebben we een lijst gemaakt en uit die lijst wil ik een naam kunnen kiezen. Nou, dat doe ik bijvoorbeeld als op de spatiebalk wordt geklikt. Maar ik kan natuurlijk zelf ook een andere gebeurtenis gebruiken. Wat moet gebeuren? Ik kies, waar is hij? Een bepaald item uit de lijst. En dan zeg ik die naam. Dus wanneer op de spatiebalk wordt geklikt, zeg bijvoorbeeld item 1. Dus als ik de spatiebalk klik, zegt hij Frank. Maar ja, ik wil niet alleen maar item 1 hebben, ik wil dat hij kiest. Dus bijvoorbeeld willekeurig getal tussen 1 en, nou, hoe lang dan? Mijn lijst is hier 5, dus ik zeg tussen 5. Zoals op de spatiebalk wordt geklikt, kiest hij een naam. Maar ja, als ik nou niet een lijst van 5 wil, maar een langere lijst, dan moet ik dat hier ook wijzigen. Er is echt een handig knopje voor, en die benoemde ik net al, dat is de lengte van de lijst. Als ik een willekeurig getal tussen 1 en lengte van jongensnamen kies, dan heb ik altijd de juiste hoeveelheid namen waar die uit gekozen wordt. Dus als ik dit verander in 10 namen, dan kiest hij hier ook uit de lijst van 10 namen. De lengte van de lijst kunnen we natuurlijk ook vragen. Dus je kan er een vraag in zetten, onder verwijder alle jongensnamen, hoeveel jongens moeten op de lijst. En het antwoord gaan we gebruiken in de herhaallus. Dus er wordt gevraagd hoeveel jongens moeten er op de lijst. Ik zal het meteen even doen. Nou, bijvoorbeeld 3 namen heb ik van jongens die er op de lijst moeten. En dan gaat hij ook 3 keer vragen om namen. Nu alleen de jongens, maar we willen natuurlijk ook de meisjesnamen hebben. Dus ik ga nog een lijst aanmaken. Meisjesnamen. En eigenlijk kan ik dit hele stuk, wat hier staat met jongens, kopiëren. Alleen moet ik nu overal meisjes van maken. Hoeveel meisjes moeten op de lijst. En ik moet het dan natuurlijk niet toevoegen aan jongensnamen, maar aan meisjesnamen. Verder moet ook de meisjesnamenlijst leeggemaakt worden. Dus dat doe ik aan het begin. Oh. Verwijder alle van meisjesnamen. Dus ik heb nu 2 lijsten. Nou, voor mij hoeven ze niet in beeld. Dus, nou, ze mogen eerst wel in beeld blijven. Verwijder alles van jongensnamen, verwijder alles van meisjesnamen. En dan worden dus de lijsten gevuld. Als we dan de jongenslijst en de meisjeslijst hebben gevuld, kunnen we leuke stelletjes gaan maken. Ik pak hier een blok. Ik kies. En die doe ik bijvoorbeeld 1 seconde. Dan worden de jongensnaam gekozen. En ook een kleine letter. Die kan heel kort zijn. En ik laat ook de meisjesnaam kiezen. Alleen dan moet dit meisjesnamen zijn. En dit moet meisjesnamen zijn. Dus ik kies een jongen, een willekeurige uit de jongenslijst en een willekeurige naam uit de meisjeslijst.
Ga dit maar eens testen en kijk wat het probleem is. Als ik vraag om jongensnamen, ik maak even een korte lijst. En meisjesnamen. En dan ga ik kiezen. Is die Peter en Veronica? En elke keer als je spatiebalk inklik, kiest hij weer iemand. Maar ik wil natuurlijk dat hij elke keer gaat kiezen totdat de lijst leeg is. En elkegene die al gekozen is van de lijst verwijderd. Daarvoor heb ik een variabele nodig. Ik heb zelfs twee variabelen nodig. Zodat ik die kan opslaan. Zodat ik de keuze kan opslaan. Ik maak een variabele die heet keuze jongen. Keuze J. En ik maak een variabele die heet keuze M. Dat had ik bij het begin van de les al gezegd dat je die moest maken. Nou, die hoef ik niet in beeld te hebben. Wat moet er gebeuren? Als op de spatiebalk wordt geklikt, dan moet die keuze gemaakt worden. En dan moet hem willekeurig zijn uit de jongenslijst. Dus als op de spatiebalk wordt geklikt, kies willekeurige uit de jongenslijst. En ook uit de meisjeslijst kies ik een willekeurige. Zo. Vervolgens zet ik die variabele keuze jongens hierin. En keuze meisjes hierin. Eigenlijk is er nu nog niet veel veranderd. Het enige wat ik gedaan heb, is dat ik die willekeurige keuze eerst in een variabele stop. En dan die variabele hierin stop in plaats van dat ik het meteen doe. Alleen, nu kan ik ook uit de lijst deze verwijderen. Dus verwijder. Want als ik dat gedaan met willekeurig had, die gewoon willekeurige andere verwijderen. Dus ik moet het eerst opslaan. Oh, verkeerde. Keuze jongens. Verwijder keuze jongens. En oh, nou had ik dit goed zo kunnen doen. En verwijder keuze meisjes. Dus nu kiest hij er eentje. En verwijdert hij daarna de namen. Nu moeten we nog elke keer de spatiebalk inklikken om de lijst leeg te maken en stelletjes te maken. Maar dat gaan we natuurlijk automatisch doen. Dus ik pak een herhaalblok. En hoe vaak moet ik dat herhalen? Nou, ik moet het herhalen tot mijn lijst leeg is. Maar ja, welke van de twee is eerder leeg? Daarvoor moet ik kijken of dat de jongensnaam eerder leeg is, of dat de meisjesnaam leeg is. Ik zeg het al, we moeten een of-blok hebben. Of. Nou, wanneer is hij leeg? Nou, hij is leeg als de lengte van mijn lijst, als lengte van mijn lijst, waar staat hij? Lengte van de lijst, als die 0 is. Dus ik heb een is-blok nodig. Die zet ik in de eerste. Dus als de lengte van mijn jongensnaam is 0. Of als de lengte van mijn meisjesnaam is 0. Dus herhaal totdat één van die twee 0 is. Ik heb of gebruikt en niet en, want ze kunnen niet allebei leeg zijn dan. Die zet ik over mijn hele programma heen. Dus als op de spatiebalk wordt geklikt, blijft hij dit doen totdat de lijst leeg is. Nou, ik begin hem eventjes opnieuw. Ik maak weer een korte lijst. Maar je kunt natuurlijk zelf zo lang maken als je wil. En de meisjes. En als ik dan op de spatieballen klik, worden de namen die gekozen zijn verwijderd. En zo wordt langzaam de lijst leeggemaakt. En als één van beide lijsten leeg is, wordt er gestopt.
Op zich werkt alles. Alleen ik wil de namen wel ergens kunnen zien, de stelletjes die bij elkaar horen. Dus ik ga een nieuwe lijst maken en die ga ik vullen met de namen die gekozen zijn. Dus onder variabelen maaklijst noem ik een lijst stelletjes. En in die lijst komen de namen die gekozen zijn. Ik heb een lijst gemaakt nu die stelletjes heet en daar gaan we items aan toevoegen. Dus ik wil ze toevoegen aan stelletjes. Nou, wat wil ik toevoegen? De namen die gekozen zijn. En ik ga daarvoor tekstblokken samenvoegen. In het eerste vakje zet ik dus de gekozen naam. Dus deze. Keuze J van jongensnamen. En ik heb nog een tekstblok nodig, want ik wil spatie N. En ik wil deze. De keuze van de meisjesnamen. Dus deze ga ik toevoegen aan mijn lijst stelletjes. Dat doe ik voordat ik de namen verwijder. Dus die moet hierboven. Dus als de namen zijn gekozen, wordt deze naam, dit is dus weer één naam, één item, aan mijn lijst toegevoegd. We gaan hem nog een keer testen. Hoeveel jongens op de lijst? 5 meisjes op de lijst? Ik houd even kort. En zie dat Tim en Elina aan de nieuwe lijst worden toegevoegd. Nou vind ik het nog mooi als de oude lijsten worden verwijderd. Dus bij het begin. Even kijken hoor. Verbergen we helemaal in het begin. Dat hebben we weer veel gemaakt. Verberg stelletjes. Die hoeven nog niet te zien. En bij het eind maken we stelletjes zichtbaar. Toonlijst stelletjes. En dan gaan we juist de lijst jongensnamen en meisjesnamen verwijderen. Of verbergen. En ik vond dit erg lang duren, dus die maak ik even wat korter. En die mag hiernaast en wat breder. Zo. Zo. En er zit nog iets grappigs aan. Ik kan hier, als ik met de rechtermuisknop op klik, de lijst exporteren. Ik zou ook een lijst kunnen importeren als ik een klassenlijst heb met namen. Maar ik ga de lijst exporteren. Dat wil zeggen dat ik de lijst eruit kan doen en hem kan opslaan als een tekstlijst. En hem dus hier gewoon weer kan gebruiken in een Word document of ergens anders. Nou, dit is het maken van de lijst. Met lijsten kan je heel veel dingen doen. Ik zal zo wat voorbeelden geven. Als je eenmaal weet hoe lijsten werken, kan je er heel veel dingen mee doen. Je kan natuurlijk de sorteerhoed maken van Harry Potter. Of een leuke complimentengever die eerst vraagt om een naam en dan een leuk compliment geeft voor die persoon. Je kan Engelse woordjes ermee oefenen als er twee lijsten bij elkaar gezocht worden. Of je kan gekke zinnen maken. Kijk maar eens naar dit project. Zoek de code die hier achter ziet staan bij de projecten op. Je kan iets automatisch natekenen, ook een gaaf project. Superhelden namenmaker, ook een leuke. En weer een iets moeilijkere, kijk dan bij de namenanimator. Hartstikke leuk om je eigen naam zo getekend te zien worden. Alles lijkt hier goed te gaan. Maar als de namen in een stelletjeslijst moeten komen te staan, worden soms namen helemaal niet weergegeven of heel maar één van de twee namen maakt, wat gaat er fout? De voeg jongen en meisjesnaam staat achter het verwijderen van de jongens en de meisjesnaam. Ja, dan worden de namen eerst verwijderd en dan gaat het je dan proberen in een stelletjeslijst te zetten. Dat gaat natuurlijk niet goed. Deze moet voor de jongens en de meisjesnamen verwijderen staan.
Je kan je game natuurlijk wat leuker maken door er een leuke achtergrond bij te kiezen en er een leuk verhaal omheen te zetten. Maak er een leuk muziekje bij of maak je hele eigen game met de lijsten. Je hebt net wat voorbeelden gezien.